Goedendag, Frank Lange. In deze video ga ik een vraag beantwoorden die eigenlijk ging over de legpress en eigenlijk van Frank. Dit ding heeft zoveel opties, hoe stel ik hem nou precies in? Ik ga wel even naast zitten, omdat ik begin even met de rugleuning. De rugleuning bepaalt eigenlijk namelijk de hoekgraden waarin je zit. Dus staat hij nu in deze achterste stand, wat er gaat gebeuren is, je krijgt sowieso een hogere hoekgraad hier. Dus als deze hoek meer naar achteren staat, dus hij staat nu in de laagste stand, is het meer voor je billen. Ga ik hem meer rechtop zetten, zo in deze hoek, dan wordt het meer voor je bovenbenen. Dus daar zit voornamelijk het verschil tussen. Dat maakt nog wel uit waar je voeten daadwerkelijk neerzet. Ik zet het zelf vaak wel in deze stand neer, omdat het gewoon meer ruimte geeft. Dus het verschilt een beetje per legpress, maar de meeste legpressen voelt dit een heel stuk veilig. Heb jij last van onderrugklachten, best wel veel, is deze houding wel veilig. Dus heb je vaak last van je onderrug, zou ik hem misschien wat rechter opzetten. Kan je wat minder diep zakken, is minder erg. Want ik heb liever dat je een minder grote bewegingsuitslag maakt en geen blessures krijgt, dan dat je een grotere maakt en wel blessures krijgt. Dus dat is één. Dan gaan we er even in zitten. Nou, ik heb nu toevallig al geen schoenen aan, maar voor de meeste mensen, als je een legpress gaat doen, doe je schoenen uit en je gaat merken, je gaat veel meer je benen gebruiken. Dus handige tip om mee te doen. Dan, als eerste, als je je voeten neerzet, hoe ver kan je daadwerkelijk zakken? Dus ik ga gewoon zitten, ik hou hem vast en nu probeer ik gewoon één been in deze houding naar mijn borst te trekken. Dit is wat ik fysiek kan. Dus als ik een legpress aan het doen ben, ik ga mijn knieën niet verder krijgen dan op het punt waar ik het net had. Dat gaat gewoon fysiek, gaat dat niet meer. Dus ga niet door denken van oké, hij komt maar tot hier Frank, waarom raak je knie je borst niet? Ik kan hem er niet eens krijgen, wat ik ook probeer. Dus dat hoort met gewicht ook niet te gebeuren. Als je gaat zitten, je billen moet contact hebben met het onderste kussen, je onderrug met het bovenkussen. Als je voeten gewoon in het midden staan, dan gebruik je eigenlijk een beetje van alles. Dus je gebruikt je billen, je gebruikt je bovenbenen, dat is als ze hier staan. Zet ik mijn voeten heel hoog. Wat er nu eigenlijk gebeurt, als ik zo zit, kan ik mijn scheenbenen zien. Dat betekent dat ik vanavond mijn billen ga gebruiken. Zet ik mijn voeten heel laag neer en ik kan wel mijn hak op de plaat houden. Nu zie ik mijn scheenbenen niet, gebruik vanavond mijn quadriceps. Dan heb ik nog de breedte. Zet ik mijn voeten wat wijder neer, ga ik wat meer de binnenkant van mijn benen gebruiken en nog meer mijn billen. Nu staan ze ook redelijk hoog. Zet ik ze wat lager neer, gaat het voornamelijk heel erg de binnenkant van je bovenbenen worden. Zet je ze wat smaller neer, gaat het wat meer de buitenkant worden. Dus dat is eigenlijk het hele verschil. Dus laag bovenbenen, hoog meer de billen, wijder meer de billen en de binnenkant van de benen, heel laag is het de binnenkant van je benen. Dat is eigenlijk de uitleg van wat alle functies op de legpress betekenen. Heb je hier nog vragen over? Laat er een reactie achter. Anders spreek ik snel weer. Tot dan.